De Nielse jaarmarkt dateert van half de jaren 1800. Vermoedelijk is dit de 153ste. In die tijd waren er twee jaarmarkten, één in de lente en één in de herfst. Er werden toen voornamelijk dieren en zaaigoederen verhandeld. Ook vroeger was deze jaarmarkt buiten de gemeente zeer vermaard. De mensen kwamen er toen per bus, trein, veerdienst en zelfs te voet naartoe. Er werden door de vervoermaatschappijen zelfs speciale diensten ingelegd. De cross-country, de voorloper van de huidige cyclocross, is ontstaan in de jaren 1920. Toen was het een loopcross tot juist voor de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog is dan de cyclocross ontstaan. Van 1945 tot 1948 werd dan terug de loopcross ingericht, omdat de cyclocross met de Duitsers werd vereenzelvigd. Na 1948 is het dan toch terug de cyclocross geworden. De kermisattracties bestonden toen uit molentjes die men zelf moest in gang duwen. Elektriciteit bestond namelijk toen nog niet. En het is pas sinds 1907 dat de eerste generatoren om elektriciteit op te wekken werden in gebruik genomen. De aankondiging van de jaarmarkt gebeurde met grote mooie affiches. Dit is de oudst teruggevonden affiche van de Nielse kunstenaar Hubert Koek. Naar al oude gewoonte wordt het feestgeschut afgeschoten om de feestelijkheden aan te kondigen. Vroeger, toen veel mensen nog geen klok hadden, had dit een signaalfunctie. Wel, ik durf met fierheid zeggen dat wij in de Ruppelstreek nog altijd toonaangevend zijn wat jaarmarktgebeuren betreft. En het is voor ons nog altijd de bedoeling om daar een zeer groot volksfeest van te maken, waar niet alleen de Nielenaar kan aan deelnemen, maar ook de mensen van buiten onze gemeentegrenzen. En we proberen dat ook te tonen door ons zeer gastvrij op te stellen naar alle inwoners van de Ruppelstreek en ook daarbuiten. Niel is één van de weinige gemeenten waar de voornijveraars worden ontvangen door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit jaar gebeurt dat in de Kunstacademie, daar het gemeentehuis wordt verbouwd. Tijdens zijn gelegenheidsspeech benadrukt de burgemeester de goede verstandhouding met de voornijveraars en het belang dat wordt gehecht de overlast voor de omwonenden van de kermis te beperken. Maar veel dat ook maar eens, hè, dat ik dingen erin geef. Gaan de Schweiters dan niet. Dank u. Dat is goed. Op zaterdag 8 november is ook de Sint van de Partij. En die wordt door vele enthousiaste kinderen verwelkomd aan de kade. De eerste Nielse Sint-Niklaasstoet dateert uit de jaren 1970. En men is ermee gestart onder impuls van bakker Van de Velde, speelgoedwinkel Boutiekske, de Gelijgputters en de Snorreclub. Achteraf gaat het in stoet, ingericht door de Socialistische Turnkring voor Geest en Lichaam, langs de Voor naar het cultureel centrum waar de kinderen de gelegenheid hebben de Sint persoonlijk te begroeten. Ondertussen maakt de burgemeester en zijn gezelschap een wandeling rond de Voor. Thank you.
Na de rondgang wordt door de voornijveraars een receptie aangeboden in het cultureel centrum. Tijdens die receptie wordt een enveloppe voor steun aan de cyclocross-organisatie en één voor de Sint overhandigd. Tot voor enkele jaren werd deze receptie gehouden in de gelagzaal van gebakraam Adriaantje. Sinds die métier, zoals voormensen hun zaak noemen, gestopt is, heeft men zijn toevlucht genomen tot het cultureel centrum. Ook de Nielse vrijschutters laten zich niet onbetuigd. De prijzen bestaan uit geld, kippen, konijnen en kalkoenen. Hoe is zo wat de schuttersclub ontstaan in Niel? Dat is al 100 jaar. Dat is. Ja, 105 nu. 105. 105 jaar bestaan we nu. In de week kunnen ze dus komen oefenen en we hebben altijd materiaal ter beschikking voor die mensen te leren schieten. Dus het kost uit er niks. En dan, ja, dan, als ze dus kunnen schieten, dan kopen ze dikwijls een boog. En dat varieert tussen 100 euro. En ze beginnen voor een occasie. En dan, ja, dan gaat dat tot 800, 900 euro. Hè. Voor de toekomst beginnen wij open deurdagen. Hè. Ja. Voor de mensen te introduceren. Ze kunnen kaarten terwijl ze zo wachten tot ze te toer is voor onder de WIP te komen. Ja. Dus het is een goede koop sport. Veel goede koopers naar de voetbal te gaan. Voetbal drinken ze ook een pintje. Wij drinken ook een pintje. En het is een prachtig amusement. Dat is voor de naapkalender, kan dat geen kwaad? Nee! In het lokaal van de Duivenbond Olijftak wordt een duivententoonstelling gehouden. Door menig duivenliefhebber worden daar zijn mooiste exemplaren tentoongesteld. Dat is voor Verberg gebroeder. Kampioen, eerste getekende van de Jaarse Duivel van Lyon, Maurice Struijf. Tweede getekende jonge duiven van Lyon, Boon Ludwig. Kampioen, eerste getekende van de jonge duiven van Lyon, de vleeshouder François. Kampioen van de oude duiven van Kivrij, Boer Jan. Kampioen van de jaarse duiven van Kivrij, Berk de Broer. Dat is heel erg. Groothuis Jan. En algemeen kampioen, de Smit. Dat de voorzitter wordt gehuldigd voor zijn 10-jarig voorzitterschap is normaal. Zelfs Frans en Janine, werkers achter de schermen, worden hier niet vergeten. S'avonds krijgt men een mooi feeriek spektakel met al die verlichte vooratracties waar groot en klein zich kan vermaken. In de jaren 80 zag de kermis er nog totaal anders uit. Er was onder andere een métier cassé-minage. Hier kon men toen met ballen allerhande voorwerpen, met bijvoorbeeld de kop van de burgemeester opgeplakt, stuk gooien. In een advertentieblad van 1911 stond het artikel De Jaarmarkt en de Nilletriek.
waaruit volgende ingekorte tekst. De jarenmarkt zal thans bevallen, dat verzeker ik. Zij gaat van het jaar met elektriek. Zij die eerst er tegen waren, roepen nu, wel, wel, dat is chic. Van dat lichtje echt komiek. De boerkes, misschien hebben zij wel schrik. Het is toverij, de elektriek. Kermisvogel die bij nachten gaat naar huis, heb nu geen schrik, want Niel is vol van elektriek. De jaarmarkt is eigenlijk altijd de maandag na 3 november. En 3 november, dat is het feest van Sint Hubertus. Dus in die zin is elke jaarmarkt ontstaan vanuit het feest van Sint Hubertus. Ja, ja. In het jaar 1705 is er reeds een Sint Hubertusfeest geweest. Dat hebben we over enkele jaren hebben we dat gevierd, dat was 300 jaar. Maar er is daar een hele periode niets van gebeurd. Is even terug opgepakt in het jaar 1991. En van dan beginnen we terug, dit feest zoals we het nu kennen, is van toen af terug begonnen zo. Met enkele vrijwilligers die dat initiatief toen genomen hebben. Na de eucharistieviering volgt er gewoontegetrouw de dierenzegening. Allerlei dieren met hun begeleiders komen hier aan bod.
Na de wijding volgt er op een ludieke manier nog meer volksvertier. Een wekker wordt ingesteld op een willekeurige tijd. De laatste die 1 euro betaalt, krijgt het wild. Het schild is voor. De laatste tik is gekomen. Kijk maar, Anita. Alsjeblieft. We gaan nu. Er zijn momenteel 614 deelnemers ingeschreven. En ik denk dat die allemaal al veel plezier hebben beleefd aan hun wandeltocht. Ik vind het een heel goede wandeling. Heel rustig, veel natuur. Echt om van te genieten. De afstanden die kunnen gewandeld worden, die is vrij naar keuze. Dat is 4, 7, 14, 21 en 28 kilometer. U start wanneer dat u zelf wilt. U gaat zo rap als u zelf wilt. U neemt zoveel pauze als u zelf wilt. De enige voorwaarde is dat je maar voor 5 à 6 uur s'avonds terug binnen bent eigenlijk. Ik heb gezien dat hier bussen staan, van Lanaken zelfs. De andere streken kan ik niet direct zo zeggen van waar dat ze komen, maar van her en ver. We zijn een club die ambitie heeft. We groeien gestaag van 248 naar 304 op 1 jaar tijd. En we hebben dus ook voorgenomen om in 2010 trachten de Nationale Wandeldag binnen te halen. En dat is ons ook gelukt. Wij organiseren dus deze tocht waarin dat we toch mikken naar 4 à 5000 wandelaars. Moet er nog gezegd worden dat het bijzoeken aan de Ruppel allicht mee inspirerend werkt voor deze groots geplande wandeltocht? De Cultuuracademie Niel en de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord hebben als doel de creativiteit van de bevolking te verhogen. Zij doet dit door onderricht en vorming. Concreet gebeurt dit door het inrichten van diverse ateliers die geleid worden door gediplomeerde leerkrachten die zelf hoger kunstonderwijs hebben gevolgd. Deze activiteiten dateren al van zeer lang. Vroeger waren er niet zoveel alternatieve ontspanningsmogelijkheden. De televisie onder andere bestond nog niet, waardoor alle verenigingen veel leden hadden. We mogen bijzonder trots zijn op de welbekende Nielse kunstenaars zoals kunstschilder Hubert Koek, beeldhouwer Pierre Toubente, auteur Paul Koek, architect Pop van Reet, acteur Jan de Cler en glaskunstenaar Koen van der Stukken. Dit jaar viert de Kunstacademie haar 100-jarig bestaan en worden er 3 tentoonstellingen ingericht. De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord ondersteunt dit alles voorbeeldig met diverse geslaagde intermezzo's. This is a country song, my girls. This is a country song.
Door toeval viel onze cameraploeg binnen in café Feestzaal De Vak. De vereniging Het Volksheil tracht ook de Nielse cultuur te stimuleren door allerlei activiteiten. Zoals het optreden van het sextet van Ed Kooijman. Een aanrader meer dan waard. Maandag 10 november, jaarmarktdag. Het gemeentebestuur doet naar gewoonte zijn rondgang. Niettegenstaande de slechte weersvoorspellingen, valt het weer nog best mee. En zijn de mensen van Niel en omstreken weer al massaal opgekomen. Paarden- en veeprijskampen kennen zoals gewoonlijk een groot succes. De keuring start rond 10 uur. Het Rode Kruis staat steeds paraat. Vier tonen zij hun nieuw materiaal. De burgemeester zorgt er ondertussen voor dat zij van de nodige drank voorzien worden. Toch moet ook die ten allen tijde ten dienste staan, hè? Natuurlijk, de recessen tegenwoordig. Ze pakken een schoon doosklop eraf, de vuilbak in, hè, of naar de kringloopcentrum en ze kopen een nieuwe. Zo. De populaire demonstratie van enkele jongeren wordt geapprecieerd door jong en minder jong. Een aangename afwisseling. En meneer, wat denkt u van de jaarmarkt van Niel? Hier is altijd heel veel volk, elk jaar. En ik kom geregeld hier naar Niel, naar de jaarmarkt. En veel ambiance, dus ook, ja, dus, zeker de dieren, is ook veel. Maar het is hier altijd heel, heel goed, maar ik kom elk jaar naar hier. Hier moet altijd maar drummelen voor kunnen daar te geraken. En het is nou toch heel goed weer, hè? Het is altijd plezant om over de jaarmarkt te lopen. Dat is een van de grootste jaarmarkten hier in de buurt. En daar gaan we met plezier naartoe. De brandweer van Niel blust niet alleen branden, maar ook de dorst. Heel, heel lekker. Wat daar nog nooit is lekker geweest van hier. Dankzij hun medewerking kunnen wij enkele beelden al bibberend schieten. Ook de horeca doet gouden zaken. En op heel wat plaatsen wordt er schep geserveerd om de hongerige magen te stillen. Vroeger jaren stond er meestal biefstuk frieten en pekelharing op het menu. Na 1914 is men schep beginnen te serveren. Schep werd destijds voornamelijk van Argentijnse paarden bereid.
De gekende Nielenaar René Marnef bereidde zijn vermaarde schep destijds zelfs in een badkuip. Buiten de vele kermisattracties is er vanaf 's middags overal volop ambiance. Niel op zijn best. Wat doe je al met van Niel? Dinsdag 11 november. In de voormiddag is er een jeugdinitiatie waar de jonge crossers in spe hun hartje kunnen ophalen. En ze waren het veel. Ik vind het leuk dat de kinderen hier allemaal zijn, dat er zoveel nu aanwezig zijn. Prachtig voor de sport. Er allemaal een beetje zin in! Ja! Zijn er nog supporters voor Niels Albert? Nee! Zijn er supporters voor Bart Welles? Nee! Supporters voor Lars Boom? Nee! Misschien dan ook voor die andere renner, hoe heet je ook weer? Sven Nys! Ja! Als ervaren reporter, wat vindt u van die kinderen in wedstrijden? Zo? Ik vind wedstrijd nog niet uitspreken, maar ontdekken wat de wielrennerij is, ontdekken wat het veldrijden is. Dat is gewoon schitterend. En leren fietsen vooral. Dat deze jonge kerels reeds artiesten op hun fiets zijn, is een vaststaand feit.
Er is er zelfs eentje bij die denkt dat hij op de fietsvelodroom van Blankenbergen bezig is. In de namiddag volgt dan het hoogtepunt van de dag. Als de vermaarde internationale cyclocross voor de elite, de trofee van de Gazet van Antwerpen, wordt gereden. Ah, en? Is het weg? Ja. Is het er? Ja. Wil lopen? Niet lopen nog. Nog niet. Nog niet? Nee. Kom maar. Deze wordt ingericht door het gemeentebestuur van Niel in samenwerking met het gemeentelijk feestcomité en WTC De Pedaal. Ook de VRT komt met groot materiaal ter plaatse om de wedstrijd te verslaan. Een indrukwekkende organisatie waar heel wat Nielenaren en het gemeentepersoneel weken op voorhand mee bezig zijn, om maar te zwijgen van de dag zelf. Duizenden crossliefhebbers komen van heinde en ver om hun favorieten aan het werk te zien. We laten de presentatie en de beelden aan de professionals over. 90 jaar geleden eindigde de Grote Oorlog. Het is wapenstilstand en dan zijn we traditioneel in Niel in de provincie Antwerpen met het internationale veldritcircuit. Niels Albert, je zei na Pijnakker, als het blijft regenen, dan moet ik mijn duikerspak meebrengen in Niel. En? Ah, het is plezant. Hè. Ja. We zijn hier graag. Ik denk niet dat het zo lastig is als vorig jaar. De loopstroken kunnen misschien nog iets langer worden dan ze nu zijn, maar het is echt cross. Ik voel mijn eigen goed. Ik ben met ambitie naar hier gekomen. Na eergisteren. Dus gisteren had ik een klein beetje terug wat buikloop, maar in vele mindere mate. Dus ik ben volledig hersteld, denk ik wel. Dus ja, we gaan er vol voor. Ik heb er net een rondje op zitten en zware kost vandaag. Vorig jaar met een stomme lekker band tweede geworden, denk ik. En nu, nu voel ik me eigenlijk goed. Ik ben nog wel wat vermoeid van zondag, maar het ligt iets beter bij als vorig jaar. Ze zijn met 37, ze komen uit 8 landen. Het is de tweede manche van de Gazet van Antwerpen trofee veldrijden. De 46e jaarmarktcross ondertussen. Het is een klassieker geworden. We gaan eens kijken naar de samenvatting, dames en heren. Een samenvatting van een wedstrijd die er uiteindelijk maar twee ronden één was. Ben Berde ging er wel heel snel bij liggen. Moest als laatste weer weg. Boom, meteen naar de start. Met een paar lendenrukken op en over iedereen. Boom zit daar, Albert al onder druk. Ook Nijs, maar die kwamen nog wel terug. Maar Boom houdt van een jojo effect, dus ging hij dat nog een paar keer herhalen. En Bart Welles in de achtergrond, die rukte op naar een vierde plaats. Boom won de tussensprint voor Albert en Nijs. Met andere woorden, Lars Boom heeft hier vandaag alles veroverd. En dit is dan weer zo'n stormloop. Daar gaat hij elegant boven. Dan moet hij een klein beetje bijpikkelen, maar dat doen ze haast allemaal. Kijk, zij kiezen voor het lopen. De mannen van Baal zullen daar al wel gevoeld hebben dat het veel te lastig was om deze Boom bij te benen. Met zijn klein verzetje in die baggerstrook beter dan deze Albert, die vooral boos was op zichzelf hier. Op die trapjes die er ook niet veel konden aandoen. Albert deed nog zijn uiterste best om Boom in het vizier te houden. Dat lukte hem nog anderhalve ronde, maar toen moest hij Boom laten rijden. Maar het eind van het verhaal wil dat de wereldkampioen voor de tweede keer in 3 dagen wint. En dat Albert weer tweede is en dus zijn meester moet erkennen voor even toch. En dat Nijs nu toch al een paar keer op rij zijn meester moet erkennen. De meester van de Koppenberg heeft zijn meester gevonden in Niel. Boom, Albert, Nijs, Welles, Van Toernout, Arnouts, Peters, Groenendaal, De Knecht, Pauwels. Het is en het blijft de Gazet van Antwerpen trofee België-Nederland. Ik voelde mij vrij goed en kon altijd heel makkelijk blijven rijden. Eenmaal dat ik 10, 15 seconden had, wist ik dat ik het heel makkelijk kon behouden. Omdat ik het stuk naar de tweede post kon ik denk bijna 40 rijden in het veld. Dus dat gaf wel een heel goed gevoel. En sommige stukken waren nog een klein beetje minder, maar
Ik voelde me eigenlijk heel erg makkelijk. Het ging heel makkelijk en ik voelde me eigenlijk heel erg goed. Dit was Niel, dit was de 46e jaarmarktcross. Het was boom boven, het was een heerlijke veldrit namiddag. Op zaterdag 15 november zijn er de al zo aangekondigde mountainbike-wedstrijden voor amateurs. Die ook werden ingericht door het gemeentebestuur van Niel in samenwerking met de gemeentelijke sportraad. WTC Niel en WTC De Pedaal. Niettegenstaande deze wedstrijden nog maar sinds enkele jaren worden betwist, zijn er heel wat deelnemers die kunnen genieten van een ruime belangstelling. Een leuk initiatief voor alle leeftijden. Als voorlaatste evenement is er op 16 november de Wandelmee, een 2 uur durende wandeling in de omgeving van Niel. Deze wandeling is ontstaan in 1978 tijdens het jaar van het dorp en er wordt steeds aangeraden zich te voorzien van gepaste kledij en schoeisel. Als afsluiter is er op maandag 17 november een spetterend vuurwerk te bekijken op de Ruppeldijk. Met wat geluk ziet men het vuurwerk bij hoog water, zowel in de lucht als weerspiegeld op het water. Kan men zich een mooier einde inbeelden van deze succesvolle 10 dagen durende Nielse jaarmarktfestiviteiten anno 2008? Eén groot volksfeest. Niet alleen voor de Nielenaar, maar ook voor de mensen van ver erbuiten.